Nou, hoe kom je erop om wat vaker aan je leefstijl wat te doen? Nou, een zwaarwegend argument zou kunnen zijn je eigen gewicht. Dus als je iets van 100 kilo weegt op 110 of 120, dan mag je wel eens wat extra gewicht eraan geven. En er een wat meer gewichtige zaak van maken. Denk maar aan die mensen die aan corona hebben overleden. De meeste mensen waren obese. Kijk, die waren niet dat... dat drijfvermogen van dit vogeltje hier, die hoeft in principe aan zijn beweging helemaal niet zoveel aandacht te besteden, want dat gaat vanzelf wel. Die hebben ook niet dat lichten van zo'n blaadje bijvoorbeeld, hè, dat gewoon meegaat met de stroom. Maar los daarvan, probeer elke weegschaal of zelfs al zwaar voorwerp dat je ziet, weet je wel, te zien als een zwaarwegend, min of meer zwaarwegend argument om nou eens extra aandacht aan je leefstijl te geven. Neem het dan juist dan niet te licht op, zou ik zeggen. Want kijk, de natuur die liegt natuurlijk niet. Je krijgt ook geen gratis cadeautjes, uiteindelijk niet. De natuur is eerlijk en keihard. Hoe zwaarder je bent, hoe eerder de kans op allerlei problemen. En waardoor je jaren, je wordt geconfronteerd met allerlei beperkingen. Dus je kan gewoon een hoop niet. En dat is wel tegen de Blue Zone gedachte natuurlijk. Want bij de Blue Zones zijn die mensen tot op hoge leeftijd nog heel erg vrij in hun bewegingen en alles. Ze krijgen de rekening later gepresenteerd. Nou, wil je dat ook, dan is het handig om daar wel rekening mee te houden. Dus mijn suggestie van vandaag is, elke weegschaal die je ziet, of elk zwaar voorwerp dat je ziet, als zwaarwegend argument op te pikken.